In de nacht van 1 op 2 januari 2019 is de MSC Zoe met aan boord ruim 8000 containers onderweg naar Bremerhaven. Deze bestemming is bereikbaar via de internationaal vastgestelde zuidelijke of noordelijke vaarroute op de Noordzee. De MSC Zoe neemt de zuidelijke route op circa 30 kilometer afstand van de Waddeneilanden. eilanden de Noordzee is daar relatief ondiep en een stormachtige noordwestenwind zorgt die nacht voor hoge golven, die de MSC Zoe dwarscheeps raken. Hierdoor beweegt het schip heftig. Op zes punten verliest MSC Zoe lading. Die nacht valt ruim 3 miljoen kilo aan containers en lading in zee. De lading bestaat uit allerlei plastic artikelen en verpakkingsmaterialen. De volgende dagen spoelt dit aan op de stranden van de Waddeilanden en zien de stranden eruit als een vuilnisbelt. Dit voorval is aanleiding voor twee onderzoeken. Een internationaal onderzoek onder leiding van Panama samen met Duitsland naar de toedracht. En een onderzoek naar de vaarroutes ten noorden van de Waddeneilanden eilanden door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Onderzoeksraad gaat in op de vraag hoe grote, brede containerschepen zich gedragen in deze weersomstandigheden. En wat dit betekent voor het risico op containerverlies nabij het Waddengebied. Er zijn bassinproeven gedaan met een scheepsmodel vergelijkbaar met de MSC Zoe. We zien vier fenomenen optreden. 1. De extreme scheepsbewegingen als gevolg van hoge dwarscheepse golven. Door de hoge stabiliteit van deze schepen bewegen ze makkelijk mee en bewegen ze snel terug overeind. 2. Het raken of bijna raken van de zeebodem. 3. Golfklappen die tegen het schip slaan. En tenslotte het vierde fenomeen. Het massieve zeewater dat tegen de containers klapt. Dat noemt men in de scheepvaart groenwater. Deze fenomenen zorgen samen voor trillingen, krachten en versnellingen op het schip en de shortsystemen die de containers op hun plek houden. Dit kan leiden tot het verlies van containers. Uit dit onderzoek blijkt dat de combinatie van deze vier fenomenen een risico vormt voor grote en brede containerschepen. Hierdoor kunnen deze schepen op deze routes boven de Waddeneilanden bij stormachtige noordwestenwind lading verliezen. Deze conclusies zorgden in oktober 2019 voor een tussentijdse waarschuwing van de onderzoeksraad over het risico op bodemcontact op de zuidelijke vaarroute. De routes ten noorden van de Waddeneilanden worden veel gebruikt. Met de komst van steeds grotere containerschepen zijn de risico's toegenomen. Een zorgelijke situatie zo dicht bij het kwetsbare Waddengebied. Het verliezen van containers moet, zeker in dit internationaal erkende natuurgebied, worden voorkomen. Op basis van het onderzoek geeft de Onderzoeksraad de volgende aanbevelingen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Maak samen met Duitsland en Denemarken een concreet voorstel om internationaal maatregelen te treffen om containerverlies op de vaarroutes nabij het Waddengebied te voorkomen. Bijvoorbeeld om bij een natuurgebied uit voorzorg beperkingen op vaarroutes in te kunnen stellen bij specifieke omstandigheden. Informeer de rederijen en kapiteins over de specifieke risico's op zee ten noorden van het Waddengebied. Geef de kustwacht de taak en middelen om grote containerschepen in dit gebied te begeleiden wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn. Doe uitgebreider onderzoek naar de risico's van verschillende weersomstandigheden en meerdere typen containerschepen in dit gebied. Ten slotte heeft de onderzoeksraad een aanbeveling voor de Nederlandse containerscheepvaart. De ontwikkelingen in de sector staan niet stil. Schepen en technieken veranderen. Houd daarbij de veiligheid in het oog en ontwikkel binnen de sector standaarden voor veilig containervervoer. Vooral voor situaties zoals bij het waddengebied.